Ruim 6.500 toeschouwers in de Geuzelt. En die zien hier dat VVV een hoekschop neemt. Die makkelijk gepakt kan worden door doelman Matthijs. Maar dan is het vervolg wat minder van MVV. Kan Venema overnemen. En is dit bijna een geweldige goal, zeg. Van heel ver. En Nicky Venema baalt. Want die wachtte weer een tijdje op een doelpunt. Vorige week lukte het niet thuis tegen Topos. Toen verloor VVV met 1-0. Hier Venema opnieuw met De Boer. Breed. Zet Laatjek. Alouche. Dat is een mooie aanval. En het leidt tot de volgende kans. Het is een grote kans. En het is ook een doelpunt. Martijn Berger scoort zijn eerste voor VVV. En uitgerekend hier in Limburg. Tegen provinciegenoot MVV. Goed afgemaakt door Martijn Berger. 1-0 voor de ploeg van Rick Kruis. MVV dan. In een levendige openingsfase. Met Koen Costons. Dit keer in de rol van aangever. En daar. De kans voor Jarne Steukers. Vorig seizoen won VVV hier dus met 5-0. De man die toen 3 keer scoorde, Ryan El Azrak, zit nu op de bank bij MVV. Maar hij scoorde maandag de winnende voor MVV tegen PEC Zwolle. Ondertussen Venema niet. Alouche met de omhaal. Ja, het zou wat zijn, zeg. Boeiende wedstrijd. In de strijd tussen de twee grootste steden van Limburg. Met hier de volgende kans. Schot van afstand opnieuw van Jarne Steukers. Die redding daar in het doel bij VVV van Enio van der Gouw. Maurice Verberne met in de basis weer terug. Ruben van Bommel geselecteerd voor Oranje onder 20. Hij is nog maar 18. En de voorzet ondertussen, ja, dat is een lastige voor het Zeepark. Nog richting of kracht aan die bal meegeven. Opnieuw Steukers. Actief in die eerste helft. Lage voorzet. Daar moet Van der Gouw toch nog zich inspannen. VVV haalt het hele seizoen al veel meer punten uit. 25 dan thuis. PEC Zwolle pakte meer punten dit seizoen op vreemde bodem. Ondertussen is hier Van Bommel. Van Bommel, nog altijd Ruben Van Bommel. En de redding opnieuw van Van der Gouw. Venema, onverwachte bal bij De Boer. De Boer is dan niet echt lekker in balans. Komt dus ook niet tot een schot. Dus blijft het nog spannend, zeker ook voor Rick Kruis. Hij verwacht een open wedstrijd, een echt voetbalgevecht. En dat is het ook met Zeepar hier. Weer een grote kans en weer gaat hij er niet in. Het had hier eigenlijk al 3-3 moeten staan of zo. Hier gaat het mis in de opbouw bij MVV. Overname. En dan komt er bij Stadlacek. En de redding is dan weer van Matthijs. Zeker allebei de keepers, die hebben het niet koud vanavond. En deze fans van Roda ook niet. MVV dus maandag 2-0 achter tegen PEC Zwolle. Toch nog winnen met 3-2. Dat is de ploeg van de comeback, maar Venema speelt voor VVV. En die heeft opnieuw pech. Bal op de paal. Daar baalt hij echt van. Nick Venema. Hier zoekt MVV de aanval. En is er ruimte aan de andere kant. Wie is die weer? Venema, steekballetje, schot, redding. Hier een grote kans, dit keer voor de invaller Daan Huismans. Nu gaat MVV natuurlijk met nog een minuut of vijf te spelen meer en meer risico nemen. Livramento, de invaller. De voorzet van anderen van invaller, Reemans. Verberne wisselt vol op de winst. En brengt ook natuurlijk de man van afgelopen maandag, Ryan El Azrak. Nou, dan moet die bal wel in de buurt komen van het doel. Zeepar, voorzet. Daar is El Azrak. Nee! Ja, hij is er wel, maar hij kan er niet bij. Je zegt het publiek grote winnaar, maar dat zal het publiek zich niet voelen als het zo blijft. Want er zijn natuurlijk vooral fans van MVV en die zien hier nog een schot van Daan Huismans. Nog niet gedaan, nog altijd niet gedaan. Livramento. Goede beweging, bal voorgeven, nee, schieten. Ja, dit is te makkelijk. En dit was de laatste kans voor MVV dat wanhopig aanvalt, maar niet weet te scoren. Zo wint VVV
Ook voor de 9e keer op rij van MVV. Dit keer met 1-0.